Hallo allemaal, een hele snelle video tussendoor. En dit is een aankondiging van de Belgische YouTube Gathering. Ja! En deze keer in Antwerpen. Ik denk dat de voorgaande keer ook in Antwerpen was. De vorige keer kon ik er helaas niet bij zijn die dag. Maar nu kan ik er wel bij zijn. Dus dat is heel erg fijn. Ik kijk er enorm naar uit om te gaan. Om met iedereen te kunnen praten. Om ja, gewoon ervan te genieten. En gewoon ja, het feit dat het allemaal YouTubers zijn. Dat is gewoon zo leuk om dan met elkaar nog eens te kunnen praten. Ik heb er al een heel deel... Een aantal jaren geleden, denk ik, één jaar geleden, een half jaar geleden, bij de tweede YouTube Gathering al gezien. Dus deze keer is het al nummer 4. Dus ik wil jullie ook graag allemaal uitnodigen. Het is op 14 februari, Valentijn. Dus als je een kusje van mij wilt, zal je naar daar moeten gaan. En dan zal je die zeker ook krijgen, weliswaar mooi op de wang. Maar... Ja goed, 14 februari in Antwerpen en de inkom is ongeveer 6 euro denk ik. En als je het online bestelt, dus in voorverkoop, krijg je een eurotje korting. Maar je betaalt wel pas aan de kassa. Dus ik weet niet of dat de tickets, of dat er al, nog al veel verkocht zijn of dat ze uitverkocht zijn. Ik heb er totaal geen idee van. Maar ik ga alle linkjes, alle informatie hieronder neerzetten. Zodat jullie het allemaal zeker kunnen bekijken. Dus het is niet omdat je geen YouTube filmpjes maakt dat je niet welkom bent. Het is echt voor iedereen. Daar ga ik toch van uit. Dus als je gewoon een keer wilt komen praten met mij. Even hallo komt zeggen. Naar alle andere beauty YouTubers die er dan aanwezig gaan zijn. Of andere gamers, vloggers. Ja, iedereen. Dan moet je zeker ook langskomen. Ik hoop echt toch een paar van jullie te kunnen zien. Want jullie zien mij altijd praten. Maar ik weet soms niet echt wie jullie zijn. En dat vind ik soms zo jammer. Dus het is dan ook de ideale moment om misschien eens langs te komen. Wat ik misschien ook ga doen, is daar een aantal mensen, als jullie komen, opschrijven die makeover maandag mogen komen, ondergaan bij mij. Waarom dan? Omdat ik het toch altijd een beetje... Ik krijg heel veel vragen van jullie allemaal dat jullie dat heel graag willen doen. Maar ik ken jullie helemaal niet en ik vind het dan heel moeilijk om dan tegen iedereen te zeggen ja, kom maar naar mijn huis, en, want ik ken jou niet. En dat vind ik soms een beetje... Ja, onvoorzichtig als ik dat zou doen. Dus als je naar de gathering komt en ik heb een gesprekje met jou gedaan en ik zie dat jij wel te vertrouwen bent, dan kan je ook op de gathering, op de YouTube gathering, bij mij opgeven voor een makeover maandag. En dan kunnen wij beginnen plannen en beginnen puzzelen wanneer dat zou zijn. Dan moet je wel waarschijnlijk naar Brussel komen of naar Antwerpen komen of naar Limburg. Dat zijn voorlopig de 3 locaties waar wij zullen opnames doen. Voorlopig enkel die 3, want ja, dat zijn de plaatsen waar mijn ouders en de ouders van mijn vriend wonen. Anders moeten we op de andere plaatsen zaaltjes gaan liggen huren. En dan lopen de kosten toch echt wel heel hoog op. Dus voor de rest... Ah, dat wil ik er ook wel bij zeggen. Kom je naar de gathering? Kom dan alsjeblieft vroeg, want ik kan niet blijven tot het laatste, want ik moet nog gaan werken bij ATV die dag. Dus ik moet het 6 uur journaal nog schminken. En dan kan ik ook niet tot 5 uur blijven. Dus ik ga waarschijnlijk rond 3:30 ten laatste al door moeten. Dus kom dan zeker al vroeg. Het is van 12 uur 's middags tot 5 uur in de namiddag. En ik hoop jullie daar te zien. Of zo een aantal van jullie. Laat me weten als je komt. Dan kan ik mij er al op voorbereiden. Hè. Dan kan ik mij al helemaal gaan stressen en zenuwachtig worden. Want dat doe ik dan waarschijnlijk wel heel erg hard. En dan goed, oké, ik ga hier afronden, want ik blijf lang praten anders. Ik hoop je te zien op de Belgische YouTube Gathering in Antwerpen op 14 februari. Tot dan!